We zijn hier in boxcentrum ABC, Amsterdamse boxcentrum. En we zijn hier met een team van een aantal oud-boxers en begeleiders. Fred Quinn is de voorzitter hiervan en ook een van de hoofdtrainers. We hebben Moufadel, ik ben hier. Sergio Mook is ook een van de assistent-trainers hier. En zo proberen we een leuke club hierbij te hebben. Mijn naam is Raymond Joval en ik ben nu net 6 maanden hier bezig en, op de club ABC om de kennis over te dragen. We zijn met de jeugd en met ouderen bezig en we hebben ook een wedstrijdteam. We zijn met een wedstrijdteam bezig met ongeveer 4 man. En 2 dames. Ik heb 2 wereldtitels behaald. 2 Europese titels. Van kleine bonden. Maar nogmaals, Europese titels en wereldtitels. En nu ben ik in Amsterdam om de kennis over te dragen. Ik heb 2 tours. In totaal 7 jaar in Amerika doorgebracht. Ik heb dan een wereldtitel meegenomen. En daar een aantal keren als wereldkampioen de ring kunnen staan. Een team is net binnen die een half uur buiten heeft gelopen. En we gaan ons nu anderhalf uur even in de zaal bezighouden. Met techniek, tactiek, duur op de zak en ook nog sparring. Ik ben hier even met de jeugd bezig. Jeugd die zich nog jeugd voelt. En daarna komen de ouderen. Met de jeugd is het ook gewoon sportspel, boksspel. We boksen nog geen competitie met de jeugd. Omdat we natuurlijk pas met de jeugd bezig zijn. En ja, met de senioren zijn we wel in de competitie bezig. SMA, keep your hands up. Keep on fighting. Blijf vechten, jongens van SMA. En kijkers, steun SMA. He? Voor 31 maart moeten wij het hebben. 50.000. Ik zeg wij. Want ik ben ook lid van SMA. Zeg geen nee tegen SMA. Joval in de house.